Oké, wat leuk dat jullie allemaal in grote getale aanwezig zijn op deze mooie zomeravond. We zijn dus de Stone Souls, we hebben net een tweede album uitgebracht, waarover later meer. Het volgende nummer is een nummer, wat zal ik erover zeggen? Het is een nummer tegen populisme en het heet Keep Digging. Dank jullie wel. Thank you.
We zoeken nog rodies die voor ons gitaar willen stemmen en omhangen. Maar we hebben er gelukkig niet zoveel mee. Iets om plek te moeten stoppen en die steek ik ook nog eens in. Oké, het volgende nummer dat is geïnspireerd door, zoals veel van onze nummers, de bluesstemmingen. Daarom ben ik telkens die gitaar aan het wisselen en aan het stemmen, omdat ze allemaal in de open stemming staan. Bijna allemaal. Oké. En dan heb ik ook nog de taak om... Je gaat een plaatje opnemen en denk je leuk, te flikken we een mondharmonica weer op. En dan komen mensen op die idee dat live moet spelen en dan ga je zelf behangen met allerlei gekkigheid. Oké, het volgende nummer... Zaterdagavond nummer, het heet Rabbit Chasing Panthers. Die wij eigenlijk nog niet zo vaak live gedaan hebben. Ik denk zelfs één keer. Of twee keer. Niet vaker in ieder geval.
Maar we doen het toch. Kill. Zijn er hier mensen op de dag van de Achthoekse popmuziek geweest? Behalve drie knappers daar. Yes! Oh ja, jij was er ook. Oké. Nou, daar is een filmpje van gemaakt. En er stond dit nummer onder en het nummer heet Home. Dank jullie wel. Op die lolly. We'll be right back.
Oké, okay, dan komen we nu bij... dan komen we nu bij het rustige gedeelte van ons programma. Ik kom zelfs bij het gedeelte waar ik zelf moet gaan kijken wat we nou gaan doen. Ik zie wel een paar bekende gezichten. Ik zie die grote bakkenbaarden in de verte. Ik ga het toch nog een keer zeggen. Toen het in corona zo saai was, toen dacht ik, laat ik een paar liedjes schrijven. Toen dacht ik, daar hoort een damesstem bij. Nou, het is een meisje dat ik al heel lang ken, de naam is Nina Kuipers. Die kwam voor één liedje, inmiddels zijn we twee platen verder. Beetje uit Antwerpen project. Maar goed, we zaten dus gewoon op een kamertje liedjes te verzinnen en op te nemen. Waarbij we wel alle lagen een beetje gingen dubbelen, waardoor het als een band ging klinken. En ja, los van dat eigenlijk niet eens het idee was om dat actief uit te gaan brengen, hadden we niet gedacht dat we daarmee gingen optreden. Maar dat gebeurde vorig jaar. Toen hebben we met z'n tweeën een aantal optredens gedaan, onder andere hier in de Dru. En omdat vorig jaar zomer nog steeds de wereld heel erg op slot zat, ik had het van de week nog over, waarin iets meer dan een jaar geleden hadden ons eerste optreden. Er hing een spandoek voor het podium erop staat. Stond... Niet dansen. Niet dansen. Dat was corona, dames en heren. Ons eerste optreden met een spandoek voor het podium. Niet dansen. Ik ben blij dat jullie hier allemaal dicht op elkaar staan. We gaan 3 liedjes doen met z'n tweeën. Deze staat op onze nieuwe plaat. Het is het favoriete nummer van Lina Kuipers. Het heet Evermore. Dames en heren, Lina Kuipers. Spin to
Oké, we gaan verder met een wat vlotter nummer. Van onze eerste plaat, die we eigenlijk ook al een tijdje niet gedaan hadden, maar het was een single van onze eerste plaat en het heet There's No Such Thing as Control. Kijk, ik heb weer een gitaaropstelling, dus hey ho, let's go. We zijn bij het laatste rustige nummer. Is een van onze eerste singles geweest. Die was een single van onze eerste plaat. Waarin een bekende van mij, ons, een hoofdrol speelt. Dus Amerikaanse actrice. Ze heet Alina Lee. En ze maakt echt fantastisch werk. Als actrice, maar ook als model. Het leuke eraan is dat ze ook heel goed schrijft. En ons album dat ze juist is uitgekomen. Daar heeft zij een gedicht geschreven. Op de achterkant van het album staat. En... in het najaar komt er nog iets uit waarvoor ze hard druk aan het filmen zijn. Dus stay tuned. De nummer heet In Another Life. Yes.
is a craving from deep inside. We've been turned the way we want tonight. You take my hand and in your eyes I die. For we'd be one in another life. And as we reach out of each other's side, until they go is what makes us alive. And no one needing another. This moment is not meant to end. Oh, before we end it over to the Dank jullie wel. En we gaan door. Oké, ja, we hebben de laatste tijd een hele rits festivals gedaan, waar we heel blij mee zijn. Maar dat houdt ook in dat je een uur speelt en dat het dat allemaal vrij strak is. Dus we gaan als een raket door al die nummers heen. Vanavond zijn we een beetje tranquilo. En zo doen wij dat. Rustig aan, jongens. Mag ik wel één ding vertellen, want anders houden we straks de boel op. Een persoonlijke vriend van mij, die speelt hier de percussie. En hij is jarig! Die man laat vrouw en kind achter op zijn verjaardag om hier met buisklokken, conga, song, de hele rotzooi aan te treden. Zijn naam is Maarten Zaagman. Broeder, ik hou van je. Volgende nummer is ons crisismoment. Het heet Butterfly Sucker Punch. We'll be right back.
Van Billie Eilish. Voor de mensen die zich afvragen waarom ik de hele avond als een mal op mijn pedalenbordje sta te stampen. Gitarist Niek hier links van mij. Dames en heren, Niek Witjes. De meest bescheiden gitarist van Zevenaar, maar misschien wel de beste. Wij hebben een voorliefde voor Fuzz. Ja, wat is Fuzz? Dat is een pedaaltje met een lekker ruis geruit. En ons favoriete is de Big Muff. En mijn Big Muff is vanavond aan het overlijden na 16 jaar trouwdienst. Maar, ja, nu niet. Maar goed, hey, leven is een loterij. En vanavond spelen wij, voor iedereen die niet van zijn telefoon af kan blijven, No Wi-Fi.
En het heet My Baby Is Rather High On Cocaine. We'll be right back.
Oké, we komen langzaam bij de climax. Kunnen jullie dat een beetje aan? Ja! Oké, is het bier nat? Zo, hier wordt niet zo hard gedronken, jongens. Ik heb wel door. Ligt dat aan mij? Heb ik een probleem? Lieve mensen, dit is nou een Baseltrom. We'll be right back.
Oké, we zijn bijna aan het eind van onze show voor vanavond. Mag ik wel vermelden, onze plaat is uitgekomen 24 juni. Toen zou die ook op LP vinyl uitkomen voor de liefhebbers. Het was zelfs op het NOS Journaal dat dat tegenwoordig heel erg veel vertraging hebt. Maar hij is uit! Ja. Dus, voor wie denkt, nou dit klinkt wel lekker. De LP is te koop, evenals onze t-shirts en alleen het bier is uitverkocht. Maar voor de rest hebben we volgens mij alles daar. En het album heet Misfits. En zo heet ook dit nummer. Het is gebaseerd op de laatste film van zowel Clark Gable als Marilyn Monroe. En een aanrader qua film. Dames en heren, dit is Misfits. We'll be right back.
Oké. Nou, dat was het dan. Zoekapen! Oh ja, nu al? Ja. Oeh. Ik kreeg niet eens als vraag. Oké, het laatste nummer van de plaat, voor onze plaat, gaat over Evelyn McHale. Voor degene die van geschiedenis of fotografie houden, Wikipedia, Evelyn McHale. Het is het laatste nummer van de plaat. Het is dus ook echt het laatste nummer van vanavond. Ja, het is een fantastische avond en we hadden eigenlijk helemaal niet, we hadden helemaal geen verwachtingen, maar het ziet er hartstikke druk uit. Dank jullie allemaal voor het komen. Dat zijn de sponsors. Tot ziens. Oh ja, ik krijg ook kritische. Dames en heren, we hebben een bassiste van bekend van de Jan Otting Band. Het is de beste bassiste in de Achterhoek en dan met een straal van 1000 kilometer heen. Haar naam is Diane Wielhezen. Yeah! Ja. Respect. Zij leert mij ook bas moet spelen. En achter de knoppen zit een man, zijn naam is Theo Jansen. Die heeft ook onze plaat gemixt. Dat hebben we opgenomen in Doetinchem. Maar de rest is allemaal met vakantie, dus wij zijn de Stoonsers.